Wellicht is het ook bekend voor jou. Buiten adem raken terwijl je een ademhalingsoefening doet. Eigenlijk heel vreemd, want meestal lig je heel rustig, doe je niet veel, ben je alleen aan het ademen, maar raak je toch buiten adem. Hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, een van de oorzaken die ik veel heb gezien, is dat de lichaamspositie niet goed genoeg is en dat de zone of apposition niet goed gewaarborgd kan worden, waardoor het middenrif niet kan doen wat hij moet doen. De zone of apposition, wat bedoel je daarmee, Rob? En wat ik daarmee bedoel, is hoe het middenrif zich in de borstkas bevindt. Als jouw borstkas mooi uitgelijnd is, en mooi uitgelijnd is zeg maar dat de ribben in verlengstuk liggen van het bekken, dan heeft je middenrif mooi deze vorm. Die is mooi gebogen, waardoor tijdens de aanspanning die goed naar beneden kan zakken. Is de zone of apposition, is die er niet meer, dan zie je dat het middenrif afgevlakter is. En daardoor kan die eigenlijk helemaal niet goed aanspannen. Wil je dan heel graag een middenrifademhaling doen, ofwel een buikademhaling, dan wil dat middenrif heel graag zijn best doen, maar die lukt niet. Dat is een mega orthosympathische prikkel. En wat krijg jij daarvan, is het gevoel dat je buiten adem raakt. Sommige mensen benoemen ook daarbij dat ze heel veel druk hier krijgen. Dat heeft dan direct een relatie met de drie diafragma's, waar jullie al meer over weten. Ook kan het zijn dat je heel veel druk hier krijgt, rond de maagstreek. Dat mensen dat ook krijgen, het idee van oprispingen. Dat is allemaal dat middenrif, wat daar heel hard zijn best aan het doen is, maar het lukt maar niet. Hoe kan je er dan voor zorgen dat iemand wel weer een goede ademhalingsoefening kan doen, zonder buiten adem te raken? Dat is dus die zone of apposition weer terug te geven aan het lichaam. En dat doe je met hele praktische oefeningen, met hele leuke oefeningen, met hele speelse oefeningen.